Internet was in rep en roer, want onze populairste vlogger Enzo Knol zou zijn omgekomen door een aanrijding met een dronken bestuurder. Dat bleek gelukkig niet waar te zijn, maar een hele slechte grap. Het komt helaas vaker voor. We moeten even iets rechtzetten, want ik geloof dat we iemand dood hadden verklaard, maar die leeft gelukkig nog, Henny Rukert. In het leven heb je twee zekerheden. Je moet belasting betalen en je gaat een keertje dood. Maar met een bekende kop kan het zomaar zijn dat je je eigen overlijdensbericht onder ogen krijgt. Een vervelend weekend voor Jordi Bernal. De zanger werd namelijk ten onrechte doodverklaard op internet. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er ook bijna ingetuind. Een snowboardongeluk in Zwitserland zou voor de zanger fataal zijn afgelopen. Britney Spears, Morgan Freeman, Sylvester Stallone, Jackie Chan, Eddie Murphy, allemaal zijn ze alles morsdood verklaard. For the second time this year, Eddie Murphy died at the hands of Twitter. De een schreeuwt moord en brand, de ander heeft er een broertje dood aan. There's a rumor now on Twitter that you are dead. Ja, rumor. Let me go look over at the mirror and It's an amazing sort of bit of news. Yeah. To learn that you have deceased somewhere. Yeah. Are you dead? Yeah. Nope, not yet. Next week, I'm gonna go into my treasure trove and come out with how to eat healthy when you're dead. Gisteravond worden Enzo Knol-haters blij gemaakt met een dode mus. De vlogger zou zijn omgekomen bij een bizar auto-ongeluk. Maar in zijn nieuwste vlog laat Enzo weten voorlopig de pijp nog niet aan Maarten te willen geven. Zelfs als ik 80 ben, doe ik nog een salto achterover. Was dat vandaag wat hij gedaan heeft? Die vlog, ja, ik moet eerlijk vertellen, ik kijk zijn vlogs niet, dus ik weet het niet. Ja, ja, maar hij heeft vandaag wel gewoon weer een video geüpload. Ja, precies, precies. Maar hij moet er wel geschrokken zijn. Kelvin, jij bent een van onze beroemdste YouTubers. Wat dacht jij toen je dit las? Dan was je... Nou, ik kreeg het doorgestuurd van iemand. Want ik zit in allemaal groepjes met YouTubers en die zei, wat is dit nou weer voor onzin? En ik ging gewoon naar die foto kijken en je ziet overal gewoon exact hetzelfde, rip, rip, rip. Sommige mensen hadden gewoon dingen erbij bedacht, dus dat was een auto, ongeluk of iets. Mensen waren echt gewoon creatief geweest met de oorzaak. Maar hoe ontstaat zoiets dan? Is er dan iemand die oproept van, hey, we gaan nu Enzo Knol doodverklaren? Ja, dit is ook nog nooit eerder gebeurd, hè? Dit op deze manier. Dus dit is nieuw en het is zo gebeurd dat een Instagram-account genaamd Broodje Malaria, sorry, ik heb het ook niet bedacht. 70.000 volgers, die hebben een story geplaatst waarin ze zeiden, zet allemaal rip onder de laatste foto van Enzo. Ja, we zien dat hier. Ja. Oké, en wat is de lol hiervan? Ja, dat weet ik dus niet. Kijk, ik maak zelf ook comedy op YouTube en dat is soms ook best wel grof, maar ik wil het wel altijd grappig hebben, maar dit is niet per se echt een goede grap of zo, toch? Nee, ik zie je er wel bij lachen, maar dit is ook behoorlijk pijnlijk. Stel je voor dat je familie bent of van Enzo Knol en je krijgt zoiets door, dan schrik je natuurlijk het leplazen. Ja, maar ik zat in de auto en ik was wel een split second dat ik dacht, wat als dit echt zo zou zijn? Ja, ja. Ik was er zelf nog wel even mee bezig. Ja, grap wat dat jij erom kan lachen. Ik kan daar helemaal niet om lachen. Ik snap de ongemakkelijkheid. Oh, ja, dat vind ik niet geestig, maar ik snap wel de ongemakkelijkheid van zo'n bericht. Je leest dat en je ziet gewoon Enzo gewoon dat sprongetje maken en je weet ook dat hij daarna gewoon weer een vlog uploadt. Het is toch een beetje... Nou, het is dus wel zo dat we wel, dat moeten we wel onthouden. Kijk, ik kan er doorheen kijken. Vandaar dat ik denk, ja, dit is zo belachelijk, ik snap het niet. En daarom dat ik er luchtig over doe. Alleen groot gedeelte van zijn kijkers is gewoon heel jong. En die geloven dit. Ja, want waren allemaal reacties die onder berichten kwamen te staan van allemaal mensen die zeiden van, ja, hey, oh nee, Enzo Knol, ik had hem graag nog eens een keertje willen ontmoeten, we zullen je missen en zo. Nou, dus het waren mensen die geloofden dit gewoon. We hebben het ook over, laten we zeggen, dus de 8 en misschien wel 16 of zo. Dat is een hele... Hele doelgroep. Ja. Even, Jordi Bernal hangt aan de telefoon. Je bent dus in 2011, zeg ik dat goed, doodverklaard op een gegeven moment, Jordi? Ja, dat klopt, ja. Dat was, weet je, voor mij was het, ik weet nog goed, ik werd 's ochtends wakker en ik, mijn telefoon stond rood gloeiend. En mij interesseerde niet zoveel, maar het vervelende was voor mijn familie wel. Die had die avond daarvoor, die hadden het gehoord en niet per se gelezen op social media. Maar puur via. Dus ze werden gebeld, mijn moeder werd gebeld, gecondoleerd en dat soort dingen. Dus was wel een schokreactie. Ja, maar kijk, vooral familie en vrienden. Ik kan me voorstellen, als je het zelf hoort, denk je, nou ja, het gaat verder heel goed met mij, dus er is niks aan de hand. Ja. Maar de mensen om je heen. En heeft dat nog een staartje gehad? Nee, eigenlijk niet. Want in de nacht was mijn moeder vooral aan het bellen, kijken waar ik was. Mijn telefoon stond uit. Dat had ik 's nachts vaak, omdat ik gewoon niet gestoord wilde worden.
En, maar ze belden een aantal vrienden en die waren die avond daarvoor met mij wezen chillen. Dus ja, ze wel snel genoeg achter dat het niet echt was. Goed, oké, dankjewel Jordy voor deze reactie. Ik help je, waarom juist Enzo? Is dat puur toeval of is dat omdat hij de grootste is? Ik denk dat er twee redenen zijn. En omdat hij inderdaad de populairste is in Nederland. En hij heeft ook best wel wat haters of iets. Of mensen die hem graag pesten of zo. Dat zijn wat meer volwassen, niet echt volwassen, maar gewoon tieners. Die dan dat niet kijken, want die zijn er net iets te oud voor, vinden ze zelf. En die dan hierin meegaan en dit dan gaan doen. En dat vinden ze dan grappig. En is het zo nog uit wie daarachter zit of zo? Of wie zoiets verspreidt? Of is dat heftig genoeg? Dat is een goede vraag, Rick. We hebben ze eventjes proberen te pakken te nemen. Jij kent die mensen toch wel, Broodje Malaria? Nee, ik had het nog nooit gehoord van Broodje Malaria. Maar ze hebben op hun eigen Instagram-story volgens mij wel iets laten horen. Hè? Dat ze een soort excuses hebben aangeboden uiteindelijk. Ja. Het omgekeerde komt trouwens ook veel voor. Hè? Dat mensen die wel dood zijn, volgens internet nog steeds in leven zijn. Hè? À la Elvis Presley, John F. Kennedy, noem ze. Maar dit vind ik dan positief. Laat nog heel even hun reactie erbij halen van Broodje Malaria. Het was zo makkelijk om te zien dat het plaatje nep was en als grap was bedoeld. Toch zijn er van de speciale kinderen, die denken dat het echt was. Wat bedoelen ze daarmee in godsnaam? Ja, we hadden het misschien beter kunnen doen met iemand die geen fanbase heeft van 9 tot 12. Zij zitten gewoon sneer uit te delen. Ja, maar ik vind een sneer uitdelen dat je zo'n domme grap hebt uitgehaald die zoveel schade maakt. Ja, jij vindt het misschien grappig? Nee, ik vind het totaal niet grappig. Alleen, ik vind het wel heel opvallend dat zulke soort accounts dan wel hiermee bezig zijn. En Enzo heeft ook geen reactie gegeven. Ik vind dat best wel goed. Omdat die accounts willen dat Enzo hierover gaat praten. Yeah. Dus die willen dat hij in zijn vlogs gaat behandelen en zo. Als hij geen reactie geeft, zullen mensen misschien denken dat hij echt dood is. Ja. Hij heeft wel een Instagram story daarna geplaatst, wat gewoon live is altijd. En daarin was hij gewoon springlevend. Goed, gelukkig. Dankjewel, Kelvin. Yes. Voor het eerst.